Lege showrooms, autodealers. De autoverkoop is in 2009 met gemiddeld 20% gedaald. Autodealers melden een daling in de bezoekersaantallen met tientallen procenten. Als de verkopen zo doorgaan, dan zie ik het somber in. Centraal Beheer Achmea gaat daarom als eerste niet-overheidsinstantie een krachtige impuls geven om de trend van dalende autoverkoop in ons land een halt toe te roepen. Nou, het is niet eerder zo aantrekkelijk geweest voor een consument om een nieuwe of gebruikte auto aan te schaffen als in deze tijden. En bij verschillende merken kunnen de voordelen oplopen tot minimaal 20%. Naast de nationale sloopregeling van minister Kramer van Milieu wordt het initiatief van de verzekeraar het tweede grote initiatief dat de autoverkoop in ons land duurzaam moet doen stijgen. Het stimuleringsplan van Centraal Beheer Achmea heeft als doel duizenden autodealers gratis marketingondersteuning te bieden. Het creëren van persoonlijke contactmomenten gaat leiden tot herontdekking van de toegevoegde waarde van de autodealer.